ben een doos. En Sophie is een doos. Hoi, goedemorgen. Ik ben nu een beetje bezig geweest met opruimen. Ik heb het droogrek even verplaatst. Ik heb nu helaas niet echt heel veel tijd om de was op te vouwen, denk ik. Of misschien ga ik straks een beetje doen. Maar bloemetjes op tafel, die schoenen ga ik straks aandoen. Kijk hoe leuk. Ik vind het echt leuk, die bloemetjes. Deze bloemetjes, allemaal van Jeffrey gekregen. Als je de vlog van gisteren niet hebt gezien, die kreeg ik dus gisteren van Jeffrey, super lief. Afwas moet ik nog wel even doen. Misschien ga ik dat wel even doen. Want dat is toch wel, vind ik, het belangrijkst. Ja, en ik heb verder de slaapkamer een klein beetje opgeruimd. Hier in de gang ligt rommel helaas. Maar enigszins opgeruimd, bed opgemaakt. En dit is mijn kleding die ik eigenlijk moet uitzoeken, zeg maar. Ik vind dat zo lastig. Want ik doe eigenlijk elke dag andere kleding aan. En als ik iets één keer gedragen heb, dan vind ik eigenlijk dat het zeg maar niet meer 100% schoon is. Dus dan wil ik het niet meer terug in de kast doen. Maar als ik het één keer gedragen heb, is het niet altijd meteen vies. Dus dan kan ik het wel vaak nog een keer dragen. En dan dump ik het dus hier, zeg maar. Maar ik vind het, ja, zeg maar, eigenlijk zou ik dan bijvoorbeeld nu mezelf moeten dwingen om die broek bijvoorbeeld aan te doen. Maar wie zegt dat die broek daar weer na nog een keer dragen dan vies is. Dus ja, dat is nog een beetje een dilemma van mij. Dat vind ik nog lastig, dan ligt het altijd daar. Maar ja, dat is natuurlijk niet echt netjes. Ik heb straks een toets. En dan ga ik na die toets ga ik door naar mijn vader en mijn broertje. Dus dat is ook wel leuk om die weer eens te zien, want dat is ook wel een tijdje geleden. En ik denk dat ik daar ook wel een beetje zal vloggen. Ik merk wel dat ik ga gewoon niet heel vaak naar mijn vader. Ook omdat ik soms best wel druk heb, want naar mijn moeder ga ik ook niet zo vaak meer als vroeger. Maar ja, ik vind dan zeg maar als je niet zo vaak ergens komt, dan vind ik het gewoon lullig om dan de hele tijd te vloggen. Want ja, daarvoor kom ik daar niet, zeg maar. Ik kom niet om daar te vloggen. Ik kom gewoon om daar voor de gezelligheid. En ik weet niet, zij zijn ook niet zo gewend meer aan mij met een camera. En vroeger filmde ik daar wel eens, maar dan gewoon zaterdag video's. Toen vlogde ik nog niet. Dus ze zijn er ook niet aan gewend dat ik altijd maar vlog. Ja, ze weten inmiddels wel dat ik eigenlijk altijd wel een camera bij me heb. Maar meestal praat ik gewoon over hoe het gaat en zo. En dan vind ik het gewoon ook lullig om dan steeds te vloggen. Maar ik denk sowieso wel dat ik even ga vloggen. Want ik ben eerst alleen met mijn vader en mijn broertje. En ja, die vinden dat sowieso wel oké. En mijn vader die gaat dan ook vaak een beetje gek doen in mijn vlog. Dus ik ben heel benieuwd hoe die gaat doen. Ik schaamde me vroeger wel eens voor mijn vader. Omdat ik dan echt dacht van, oh pop, wat kruim je nu weer uit. Dat heb ik wel echt volgens mij van hem. Dat gewoon, dat wij, we kunnen soms echt dingen zeggen dat je denkt van, waarom zeg je dat? Beetje, ja, ik weet niet. Ik schaamde me vroeger wel eens vaak voor mijn vader. Maar ik denk dat mijn kinderen zich later ook echt vaak gaan schamen voor mij. En voor Jeffrey. Want Jeffrey is ook echt raar. Jeffrey gaat bijvoorbeeld als hij, je vindt het vet leuk om in een volle lift of zo, met allemaal vreemde mensen, om dan ineens rare geluiden te maken. Om dan ineens, piep, piep, om dat te zeggen of zo. En dan kijkt iedereen die kant op. En dan lig ik natuurlijk helemaal in de deuk. Want ik schaam me, maar ik vind het ook wel heel grappig. Idioten allemaal. Maar ja, wel leuke idioten. In ieder geval, ik ga me nu even aankleden, want ik heb geen broek aan. Wow. Ja, ja, ik kan altijd gewoon vloggen zonder broek aan. Tenzij ik een keertje langs de spiegel loop, want dan zie je allemaal mijn onderbroek. Maar ja, goed verhaal, Eline. Ik ga even klaarmaken voor mijn toets en dan zie ik jullie zo. Oh, ik vind het zo leuk, die bloemetjes en bloemetjes. Ik wil vaker bloemen in mijn huis. Het is alleen wel dat ik bloemen vaak best wel duur vind. Dan betaal je zo voor een bos, voor een mooie bos, 10 euro of zo. Dan denk ik, ja, die gaan dan weer na een week dood. Dus dat is toch weer 10 euro per week. Dan kan ik ook gewoon lekker van eten. Dus zie maar weer waar mijn privileges liggen. Ik ga het raam ook even een deel open doen. Het is echt, volgens mij is het echt lekker weer. Het wordt vandaag 16 graden, dus ik weet niet eens of ik een jas mee ga nemen. Ik denk dat ik het gewoon niet ga doen. Alleen ben ik wel te bang dat als ik dan geen jas meeneem, ga ik wel een beetje in de avond terug, maar ik word wel thuisgebracht door papa, denk ik. Dan, zeg maar, ja, ik weet niet. Dan ben ik altijd wel bang dat het heel erg afkoelt in de avond. En dat ik dan echt heel erg koud krijg en dan bijna een longontsteking krijg of zo. Maar, nou ja, dat is natuurlijk ook wel weer een beetje overdreven. Maar bewijzen van of zo, ik weet niet. En ik ga even mijn cactusjes wakker geven. Ja, echt. Water geven. Zo.
weet niet of dit de ideale manier is om... Ik weet ook niet eigenlijk hoeveel water planten nodig hebben. Misschien is dat waarom ik altijd planten doodmaak. Maar deze cactusjes doen het nog. Oh, moet ik zeggen dat ik wel 2 cactussen en 1 vet plantje al wat dood heb gemaakt. En er staan er ook 2 cactussen en 1 vet plantje. Dus 50% leeft nog van de cactussen. Maar alle andere planten die ik ooit heb gehad, die zijn wel dood gegaan. Maar ik wil wel eigenlijk, wil ik een keer zo'n staande plant. Maar dan denk ik wel van waar moeten we die neerzetten. Het kan misschien daar als ik de koelkast verkoop, zeg maar. Dat kan hier, maar dat staat hier wel voor die kast. Dat is misschien niet heel handig. Maar aan de andere kant, hier stond de kerstboom ook. En dat vonden we ook prima. Ja, ik zou niet weten waar die staande plant dan moet. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Zo'n staande plant, zeg maar, die dan wat groter is. Ja, of we zouden die dan naast de kast zetten. Hier zo. Hier waar de stofzuiger staat. En dan doen we stofzuiger bij het bed. En die tas moet ook nog weg. Zullen we hier dan zo'n staande plant doen? Maar ja, dan weet ik niet of het in de weg staat als je hier lang steeds moet. Maar het lijkt me wel heel tof. Zo'n plant. Op zich zou het hier wel kunnen. Als ik die stofzuiger dus weghaal. En dit moet ik ook nog uitzoeken. Dit zijn allemaal kleding en dingetjes die ik moet verkopen. Maar dan moet ik dan op marktplaats zetten. Dus daar moet ik even de tijd voor nemen. En dan moeten eigenlijk ook mooie foto's zijn. Dus dan misschien dat ik het aandoe en dan buiten laat zien ofzo. Maar ja, ik ben wel blij dat het in ieder geval weer iets netter is hier. Het was eerst, mijn lampen stonden hier. En altijd als die lamp hier staan en dit rek, dan is het altijd meteen rommelig, ziet het eruit. Oh. Hoe je even soms ook dingen ophangt. Zo droogt het toch niet, zo over elkaar. Nou ja, ik ga dit dan even goed doen. En het droge was, ga ik het dan wel toch wel opvouwen. Let's work. De breakfast. En ik vind de bloemetjes zo leuk. Ik heb er net ook een foto van gemaakt. Die ga ik straks even op Instagram zetten. Ik merk dat ik er... Oh, amandelmelk is op. Oh, ik heb nog salade. Chill. Oh, die kan ik even in een bakje doen en meenemen naar school. Amandelmelk is niet helemaal op, hoor. Alleen in de koelkast. Amandelmelk. Havermout. Lijnzaad. Chiazaad. En een beetje gaafsiroop. En dat is mijn breakfast. En dan ga ik even reacties kijken van mijn vlog. En ja, dat is het. En ik heb trouwens de 12.000 abonnees behaald. Super bedankt daarvoor. Ik heb er inmiddels... Ik had gisteravond zag ik dat ik er... Nee, gisteren in mijn pauze rond 6 uur zag ik dat ik er 12.000 had. 12.001. Toen zag ik het. En of 12.002, ik weet niet. En toen kwam ik thuis en zat ik alweer 12.000... 30. Dus het gaat super hard. Ik heb geen idee hoeveel ik er nu heb, maar echt amazing. Echt heel erg leuk. Ik word er heel erg blij van. En heel erg bedankt. Dus ik ga nu even eten, want anders dan red ik het allemaal niet. Afwas red ik ook helaas niet helemaal. Maar ik heb het wel netjes opgestapeld. En ik heb me dit bakje even afgewassen en deze. En een glas afgewassen. En een snijplank afgewassen. Dus ik heb in ieder geval iets gedaan. En dan straks even mijn make-up. En als ik nog tijd over heb, dan zal ik wel even dat van doen. Maar je ne sais pas, ik weet het niet. Dus tot zo. Nou, ik heb alle shit in de droger gedropt. Ik heb nog 5 minuten, dus ik moet nu echt opschieten. Sokken aan, schoenen aan, tanden poetsen. En even snel ramen dicht, zodat er geen inbrekers komen. Ook handig. En even heel snel spullen pakken. Lunch pakken, die is dus wel al klaar. Maar moet ik dus wel in een bakje doen. Dus ik heb eigenlijk wel een beetje haast. Dus tot zo. En dit is de afwas. En dit is wat over is. Bleh. Nou, ik had dus een beetje haast. Ik zag de metro voor mijn neus wegrijden. Maar gelukkig ben ik op tijd bij Zuid. Ik heb zelfs nog 8 minuten wachten. Dus prima. En het is best lekker weer. Ik heb dus geen jas meegenomen. Ik heb wel enigszins 3/4 mouwen of zo. Of halve mouwen, hoe je het ook wil noemen. En een jasje mee voor de zekerheid. Spijkerjasje. Dus nog heel even mijn toetsdingen doorlezen. Ik was dus niet echt een toets, maar meer een soort mondeling over mezelf vertellen. Wat niet heel moeilijk lijkt. En dan ga ik dat even doornemen en dan kom ik zo weer bij jullie. Doeg. Hey! Nou, mijn toets ging goed, gelukkig. Nou, ook al vind ik het heel raar om het de toets te noemen. Want het enige wat ik gedaan heb is een beetje over mezelf praten. Aan de hand van toetsresultaten. Of testresultaten. En dat is eigenlijk het enige wat ik gedaan heb. Dat is zo, soms het gekke van psychologie. Dan... Je kan gewoon een toets hebben, maar eigenlijk is het voor je gevoel niet een toets. Want je praat gewoon over jezelf. En zul je denken, oh wat een makkelijke toets.
Maar het was op zich nog wel lastig, want je moest allemaal zelf inzichten, zeg maar, allemaal psychologische testen doen. En de uitslag daarvan moest je dan weer koppelen aan jezelf. En op basis van die testen moest je dan, zeg maar, uitleggen hoe je persoonlijkheid was, wat je capaciteiten zijn, wat je motivatie is. Dus het was op zich nog wel lastig, maar het was meer voorbereid werk dan dat ik echt heel veel moeite moest doen om te leren of wat dan ook. En dit was er eerst nog niet, maar ze hebben een pad aangelegd naar mijn vaders werk. Dus ik ben heel benieuwd. Het ziet er nog vet nieuw uit. Yeah! En dan die mensen die met de auto's langs rijden, die kijken me echt aan van, waar vond dat meisje zichzelf? Heeft ze geen vriendjes? Nee, ik heb geen vriendjes. Doei! Oké, ik ben nu bij papa op werk. Maar papa is er niet. Maar Michiel wel. En zit in zijn eentje, als het goed is, op het kantoor. Dus ik ga hem verrassen. Volgens mij is het hier. Als ik nu de verkeerde deur open doe, is dat wel heel ongemakkelijk. Ik zie hem niet. Even kijken. Ik zie helemaal niemand. Michiel hoort niet te werken. Waar is hij? Oké, dan niet. Oké, ik had jullie vanochtend verteld dat mijn vader wel eens gek kon doen of me voor schut kon zetten. Ben ik hier gewoon met een collega van hem aan het praten, zegt hij, hey, ik dacht dat jij zulke grote borst had gekregen. Dat is echt typisch mijn vader. Dat soort dingen. Maar ik vind het wel heel grappig. Ik schaam me gelukkig ook bijna nergens voor, dus dat scheelt. Ik heb laatst in een video verteld dat ik een F-cup heb gekregen. En dat ik... Ik weet niet of jullie dat weten, maar ik ben dus met de pil gestopt om te kijken of het kleiner wordt. Maar volgens mij tot nu toe nog niet. Maar... Ik denk, ja, ik vertel het ook allemaal op YouTube. Dus zo erg schaam ik me daar verder ook niet voor. Want iedereen mag het weten die mijn YouTube-filmpjes keek. Maar het is altijd wel gek als papa dan binnenkomt en dan dat soort dingen zegt tegen mensen die mij niet eens zo goed kennen. Dan denk ik van, pap. Maar ja, ik vind papa wel heel lief. En gek. En nu heb ik een lepel gepakt en ga ik even mosselade eten. Want papa moest nog een paar mensen wegbrengen. En ik wilde dus Michiel filmen. Maar Michiel werkt dus vanuit huis. Dus die is hier helemaal niet. Die is gewoon thuis. Dus die zien we dan zo meteen wel. Of we. Ik denk wel dat ik hem even ga filmen. Dus dan ga ik eerst even mijn couscousje laten opeten. Want ik heb nog niet echt middag gegeten. Maar ik had ook heel laat ontbeten. Dus vandaar. Noem, 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 noem. Dus die ga ik nu lekker opvreten. En dan laat ik straks wel even papa zien. En dan ben ik heel benieuwd wat hij dan gaat zeggen. En ik had iets gespot bij papa wat ik gestolen heb. Lotus koffieleutje. Deze zijn ook altijd vegan. Die zijn super lekker. En papa is hier aan het bellen. Hoi, ik ben inmiddels bij mijn vader thuis en bij Sofie thuis. Mag ik jou filmen? Oké. Okay. Sofietje. Je hebt echt een mooie kamer. En nieuwe schoenen. Ja. En een hele mooie jurk aan. Laat je jurk eens zien. Ik vind hem echt heel super mooi. Hier zo zijn allemaal bloemetjes. Hier drie bloemetjes bij elkaar. En jij hebt oorbellen. Dat wist ik dus helemaal niet. Laat eens zien. Echt mooi. Nou, de camera viel net uit, dus ik heb even een andere SD-kaart. Maar ik wilde deze laten zien. Deze heb ik vroeger gemaakt als kind. Toen ik heel klein was, heb ik deze diddel geschilderd. En ik vind hem eigenlijk best mooi. Ik vond hem vroeger altijd mislukt. Maar ik vind hem echt... talentje hoor, talentje. En Eline kan goed schilderen en ik ben een doos. En Sofie is een doos. Ik ben een doos. Sofie is een doos. Michiel, doe een foto. Hé, het is Giel. Het is Michiel. Hallo, ik ben Doos. Ik ben Doos de Boos. Jij bent Doos de Boos? Nee, Toos. Toos. Ik heet Toos en ik ben een doos. Toos leeft in een doos. Shut up, oké. Okay. Ja, shut up. Ik ben een doos hoor. Dus ik hou mijn mond wel. Je bent heel grappig, Sofie. En mooi. Wat ga jij zo eten? Oh, ik ga pizza eten. Twee. Twee pizza's? Ja. Zo, wel mini pizza's denk ik dan. Grote. Grote? Ja. Zo. Ik ben een doos de poos. Ja, dat want heb ik heet gezien. Poos. Ik ben een oh, wie is dat dan? Even kijken. Hier man. Ik ben een doos. Krijg geen knuffel man. Niet op camera. Niet op camera? Dat is niet cool genoeg.
Nou, dan zet ik jullie wel even uit. En dan kan ik mijn broertje een knuffel geven. Een van je vriendinnetjes. Een van je vriendinnetjes? Oh. Nee, van haar vriendin. Oh. Ja, een van mijn vriendinnetjes. Die komen niet rond dit tijdstip, weet je wel. Oh. Oh my god. Ik ben een doos. Dat is... Ik ben zeg maar dag. Zeg maar, wij gaan eten. Ik laat mijn kont zien. Oh. Tot bij het eten. Dat is disgusting. Doei. Een heel lekker soepje. Zelf gemaakt, jongen. Ik vond het leuk om Melina een keer. En framboosjes. En stokbrood. En avocado. Heel veel verwenderen. En tomaatjes hebben we ook. En ik ga guacamole maken, denk ik. Als papa nog wat avocado overlaat. Nee. Zullen we maar eet smakelijk? Eet smakelijk. Nu de spinazie-snitsel die ik uitprobeer. Ik ben heel benieuwd naar deze veganistisch. En meestal als ik schnitzels eet, dan zit er allemaal ei en melk in. En dat vind ik altijd super vervelend. Maar deze is dus echt vegan. Dus nou, ben heel dan natuurlijk nog even wat ze eet. Wel in de camera kijken ook af en toe. Lekker hier zo'n pizza met lekker worstjes. En ja. We hebben ook nog eentje met allemaal kaas. Maar deze is kaas met worstjes. Ja. En deze is kaas. Oh ja. Dat klinkt wel lekker. Ja. Dat is wel heel schattig. Hele kleine stukjes worst. Ja. Ja, pas wel bij. Salami. Ja. Nou, Michiel en papa zijn net geweest. En papa is alweer richting de auto. En deze schat is hier. En we gaan nu de vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. En vergeet geen duimpje. En tot morgen. Doei!